een super spannend in de volgende finale. Geen vierde manche, hier voor gelijk. De winnaar is ook provinciaal kampioen. Derhalve even krap spannend, dames en heren. Met 3 keer 3 gescoord. Monsieur Remco Nijkamp. Voor Dijkerk. De nummer 39 werd 222. 3 keer 2 gescoord. Jan van Domselen. We hebben voor de Bissing Crosses. Met 3 keer 2 is het Raymond van Oene. En dan gaat het heel erg spannend worden. Met 3 keer 1 plaats uit de kwalificatie motto's. Monsieur Erik Katoelen. Ja, en nou, Schonebeek, stroop je hem maar even op en zometeen de pillen tegen elkaar. Uitkomend voor de derde klasse, zo 3 keer 1 gescoord. Doet ook met de platenbureau 166, Henk de Jonge. Allemaal, het hele bejaardenhuis, veel succes. En Harry Rijming staat daar vies te kijken. Hij zit er niet bij in die godfinale. Maar wel even kijken, de Bissing Crosses. En waar zit hij dan? Henk de Jonge. Oei, 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 oei. Die heeft de finale daar gemist. Die had last van spanning. Die had last van sensatie. En de kriebeltjes en de beentjes. Maar hij zit er niet bij. Het is de hele ratte man van de Bissing Crosses. Erik Katoelen. Katoelen volgens mij hier aan de leiding inderdaad. Met platenbureau 750. Lijkt hier de winnaar te gaan worden. Met plaats nummer 2. Jan van Domselen in de achtervolging. Maar Henk de Jonge. Wat zou die teleurgesteld zijn. Met natuurlijk die ultieme kans op het provinciaal danskampioenschap op zijn eigen baan. Het is toch echt Erik Katoelen. De winnaar in deze oudste categorie. De cruiserklasse.